Ajax onder 18 begint het seizoen met de bekerwedstrijd tegen Excelsior op de toekomst. Lekker weer. En meteen Ajax in de aanval met Stanis Idumbo Muzambo. Draait mooi om zijn as. De opening. Op Walid Agogil. Kaloko. Mooie actie. Kaloko de voorzet, maar net te hoog voor Nasser Shourak. Vandaag op rechts buiten. En weer Shourak. Goede opening op Skyfink. Gaat de 16 in. Skyfink nog steeds. Maar daar een goede ingreep van Thijs Blaak. En weer Ajax in de aanval. Sarfo op Stanis Idumbo Muzambo. Mooie beweging van Kaloko. De voorzet van Shaheen van Bohemen bij de eerste paal. Rafael Sarfo. Tot zijn verbazing geen hoekschop. De rechtsbuiten die dus vandaag rechtsachter speelde. En daar het eerste doelpunt van Kaloko. Als een duveltje uit het doosje. Verdiende voorsprong. Na een half uurtje spelen. Goed vrijgespeeld. Met rechts in de uiterste hoek. En opnieuw Ajax met Kaloko, de man van het doelpunt. Komt daar goed langs en dan deze mooie opening op Shourak. Nasef Shourak. Dan ziet hij er meegelopen. Shaheen van Bohemen bij de eerste paal. Shourak en Stanis Idumbo Muzambo schiet zelf. Ziet daar helemaal Sky Fink over het hoofd. Het blijft 1-0. Ajax zet druk. Sky Fink. Goed werk. Herovert de bal. Dan deze bal op Stanis Idumbo Muzambo en Nasef Shourak met de 2-0. Voor de zekerheid geeft hij het laatste tikje. Deze stift was er misschien ook vanzelf ingegaan. Ziet ook Marciano Fink. 2-0 verdiende voorsprong. Ook in deze hoogte. Excelsior, wat kon het terug doen? Begon goed aan de wedstrijd. Maar werd gaandeweg steeds verder gedrukt dan dit foutje van Tommy Setvoort. Maar het loopt goed af. Vlak voor rust. Mooi paas van Gorter. Op Shourak. Shourak! En dat scheelt helemaal niets. Goeie poging. Uitstekende paas. En een paar centimeter naast. Nasef Shourak. Ruststand was 2-0. De supporters zien Ajax weer in aanval in de tweede helft. Sky Fink, mooi om zijn as gedraaid. Op Van Bohemen. Van Bohemen. Rakelings, voorlangs. Deze aanval had een beter lot verdiend. Vindt ook de linksback. Zeer offensief. Daar is hij weer. Shaheen van Bohemen. Met een mooi voorzet. De kopbal van Shourak net naast. Prima voetbal van Ajax onder 18. En dan Excelsior met Sankes. De poging en dan Tommy Setvoort ligt er goed voor. Voordat Excelsior terug in de wedstrijd had kunnen komen. Stanis Idumbo Muzambo. Over de as. Krijgt de bal terug. Idumbo Muzambo met de 3-0. Met links. Prima doelpunt door het midden. En de man met rug nummer 10 viert het feestje voor de telelens. En niemand minder dan Amoricio van Axel Dongen en Gabriel Misooi zien dat de wedstrijd gespeeld is. Maar dat Ajax onder 18 gewoon doorgaat met Shahid en Joran Boerhout, de invallers. Zij brengen de 4-0 op het scorebord. Het doelpunt van de invallers. Voorbereid door Hamouchi en Shahid en Joran Boerhout. De man van het laatste tikje wel heel mooi gedaan. 4-0, goede treffers, mooie treffers. En Ajax ging door. Hamouchi en daar de redding van Ivar Geneuglijk. Dan Excelsior in de slotfase. Bal wordt niet goed weggewerkt en dan is het Cedric Hateboer. Ooit in de jeugdopleiding van Ajax. Hij scoort de eretreffer voor Excelsior. Cedric Hateboer. Met een droge knal.
4-1 is ook de eindstand. En Ajax wint de eerste echte wedstrijd van het seizoen. Met klinkende cijfers. Nog een